In de stadsgevangenis in Hoogvliet is dinsdag een bewaarde gewond geraakt bij een vechtpartij met een gedetineerde. Volgens justitie is hij met een lichte hersenschudding en een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De stadsgevangenis gaat aangifte doen tegen de agressieve gedetineerde. De man is naar een afzonderingsafdeling gebracht. Na een verbouwing van 8 maanden is het sportpaleis Ahoy klaar voor het nieuwe evenementenseizoen. De oude Ahoy werd helemaal gestript en heeft nu een verhoogd dak, nieuwe stoelen en betere technische faciliteiten. De nationale taptoe mag woensdag het spits afbijten. Begin volgend jaar is de officiële heropening. Het sportpaleis bestaat dan 40 jaar. De provincie Zuid-Holland heeft 3 gebieden in onze regio aangewezen waar nog op grote schaal kassen mogen worden gebouwd. Het gaat om de Boterdorpse polder in Lansingerland, de vloeivelden van de Suikerunie in Binnenmaas en in Oude Tongen. Provinciale Staten moet nog akkoord gaan met de keuze. De polder in Brielen was eerder afgevallen als mogelijke locatie, omdat er veel weerstand was onder de bevolking. De chauffeur van een vrachtwagen die in Frankrijk een gezin uit Ridderkerk doodreed, wordt verdacht van dood door schuld. Het rijbewijs van de chauffeur was ingetrokken. Ook de baas van de chauffeur wordt beschuldigd omdat de wagen niet APK was gekeurd. Het ongeluk gebeurde door een klapband. De slachtoffers zijn een vader en een moeder en hun 2 jonge kinderen.